Hij verloor beide benen tijdens een militaire missie in Afghanistan. Nu is Mark van der Kuilen een van de vaste waarden in het Nederlands team. Collega basketbalster Sanne Timmerman is zijn vriendin. Hoe is het om samen topsporter te zijn? En is hij er al aan gewend dat zijn droom om mee te doen aan de Paralympische Spelen uit gaat komen? Ondertussen wel. We hebben natuurlijk al een paar maanden aan voorbereiding achter de rug. Vanaf augustus vorig jaar eigenlijk. Dus ja, ondertussen zijn we wel al gewend aan het feit dat we daarheen gaan en dat we het daar moeten gaan doen. Ja, want dat moment in Engeland waar jullie je kwalificeerden, is dat het mooiste sportmoment voor jou? In mijn carrière wel, ja. Ja, dat was zo'n ontlading dat we daar, voor de heren sowieso, dat we na 12 jaar ons überhaupt plaatsen voor een spelen. En voor mij dan na 6 jaar, waar het in eerder mis is gegaan, toch halen nu. Ja, maar ik zag op internet jouw motto, vulneratos nec victus. Ja. Mijn Latijn is niet zo goed meer. Ja. Wat betekent dat? Gewond maar niet verslagen. Dat is dat staat op de gewonde medaille die je krijgt vanuit Defensie op het moment dat jou iets overkomt. En wat betekent die term voor jou? Wat betekent die term voor mij? Ja, dat is... Wat betekent dat voor mij? Ja, weet ik niet. Dat durf ik... Ja, dat is...